Yes, yes, het is weer maandag. En de kans is groot dat jij jouw klanten deze week weer gaat helpen met een holistische kijk. Een holistische kijk op gezondheid. En wat mij wel in het verkeerde keelgat schiet, is dat mensen holistisch meteen associëren met enorm alternatief, kwakzalverij. En dat je gewoon maar wat kunstjes doet. Want als we goed kijken naar hoe je klanten optimaal helpt, hè, dan gaat het om een opeenstapeling van natuurlijk wetenschap, maar ook fysiologie, anatomie, biomechanica, maar ook nog steeds wat er in de praktijk het beste werkt. En juist als deze opeenstapeling samenkomt, dan ben je klanten echt heel goed aan het helpen. En dat triggerde mij in een casus die ik hier op het scherm voor me heb. Het was een man, nu uit een burn-out, maar nog heel veel energieproblemen en darmklachten. En bij hem kun je in de intake heel mooi die opeenstapeling zien van wetenschap, fysiologie en wat er in de praktijk werkt. Wat namelijk de key points, want de intake is natuurlijk veel uitgebreider, maar wat de key points zijn, is deze man heeft dus een burn-out gehad. Daarvoor sliep hij al heel slecht. Hij heeft nu beiderzijds achillespeesproblemen die maar niet overgaan. Hij heeft wat lage rugklachten en darmproblemen. En die opeenstapeling is heel interessant, want als je kijkt naar elke klant heeft zijn of haar verhaal, dan begon het met slaapproblemen. Langdurige, heftige slaapproblemen. Wat, fysiologisch en wetenschappelijk, in het lichaam zorgt voor meer prostaglandine aanmaak, meer interleukines en nog een aantal ontstekingsgevoelige parameters die de homeostase verstoren, die het lichaam ontstekingsgevoeliger maken. Nou, dan komt die burn-out eroverheen, waar ik ook al een mening over heb, maar dat laten we nu even achterwege. Want zelfs dan kun je deze klacht oplossen. En dan zien we dus dat hij na die burn-out darmklachten ontwikkelde. Opgeblazen gevoel, obstipatie, krampen in de bovenbuik en natuurlijk het lage energieniveau. En in de inspectie zie je dat die opeenstapeling doorgaat, omdat je dat ook ziet in een visceroafferentie op de wervelklom. Dus dat je meer spierspanning, meer zweterigheid, meer haargroei ziet op torcal 10 tot en met L2. En als praktijkdingetje, wat we gewoon heel vaak zien, heeft hij dus beiderzijds achillespeesklachten die maar niet overgaan, geen behandeling helpt. Wat vanuit hoe wij van fysis naar het lichaam kijken, het bewijs is dat het immuunsysteem allang de energie heel erg naar centraal heeft getrokken. Voor de darmklachten, de burn-out, om de prioriteit van energieverdeling is heel centraal. En gaat dus niet meer naar perifeer, niet meer naar die achillespees. We zien dit bijvoorbeeld ook als je griep hebt, dat je hele stijve spieren kunt hebben. Dan maakt het lichaam of het immuunsysteem de spieren insulineresistent om de energie ook centraal te houden. Maar dat zien we nu dus in het niet kunnen herstellen van die achillespeesklachten. En deze opeenstapeling, de slaapproblemen, ontstekingsgevoeligheid, die burn-out ertussen, het opbouwen van die darmklachten, dus het niet kunnen herstellen, die achillespeesklachten die daar het bewijs van zijn, die komen veel eerder uit op de domeinen het immuunsysteem en slaap, in plaats van stress. We denken bij een burn-out altijd meteen, oh stress, daar moeten we wat mee. Maar bij deze intake naar het doorvragen en de opeenstapeling van wetenschap, fysiologie, biomechanica en wat er in de praktijk werkt, wijst juist op hele andere domeinen. En ik weet nog hoe het ging bij deze klant. Deze klant die ging binnen 4 weken energieniveau 3 naar een 7. En die kwam al binnen dat hij zegt, ik ben bij de huisarts geweest. Maar als ik zoveel energie heb, dan heb ik toch helemaal geen burn-out meer. Ik wil mijn burn-out vrij laten verklaren. Ik wil weer werken, ik wil weer dingen doen. En dat resultaat bleef. En dat resultaat is er nog steeds. Dus holistisch werken, helemaal top. Combineer het met een opeenstapeling van bewijs. En op het moment dat je daar wat meer mee wilt doen, dat je denkt, hey, ik wil nog meer kijken naar die domeinen, dan kun je bij ons in de link in bio gewoon gratis onze fysis vragenlijst downloaden, waarmee je in staat bent die domeinen al veel beter uit te vragen. Ik zal je zo even laten zien hoe je dat kunt doen.